like deze video voordat ik het woord Disney spel. Daar gaan we. D-I-S-N-E-Y. Wow, dat ging eigenlijk best wel snel. Ik hoop dat het je is gelukt. En in de Fan Friday van vandaag ga ik een superleuke, geweldig toffe teken-challenge doen met een speciale gast. Ik heb er ontzettend veel zin in, dus let's get started. Zoals je kunt zien zit ik hier nu naast Aniek. Yes, en laatst hebben we een hele leuke zangvideo opgenomen. Ja. Maar dit keer is het tijd om te gaan tekenen. Het is namelijk de goede stiften versus de stomme stiften teken challenge. Maar dan met een speciaal thema, namelijk Disney. Hou je een beetje van Disney? Natuurlijk. Heb je mijn TikTok gezien? Ja, zit vol met Disney. Ik heb zelfs een zeer mis start. Oh ja, dat is... Oh nee, maar... Oké, ik begin een idee te krijgen, maar ik ga het nog eventjes niet verklappen. Spannend. Ja. Ik wil ook nog wel eventjes weten of je een beetje goed bent in tekenen. Nee. Oh, ja. Nou, dat was het dan. Ja, ik ga weer. Je hebt toch wel ja gezegd voor deze challenge, dus... Ja. Helaas, je moet gaan tekenen. Ik ben er ook wel heel erg benieuwd naar of het een beetje... Ik ga mijn best doen. Oké, kijk. Ik kan het misschien niet, maar ik ga wel mijn best doen. Ik weet in ieder geval dat het lastig is, want we hebben uiteindelijk per ronde maar 1 minuut om te tekenen. We hebben hier zo 2 bekertjes. Een blauwe en een rode. En in een rode beker komen stiften te zitten die je eigenlijk absoluut zeker niet wilt hebben voor je tekening. Maar blauw is dan weer een goede kleur. En hier komen de stiften in te zitten waarvan je denkt... Deze heb ik absoluut nodig voor mijn tekening. Dit mogen we zo meteen niet zien. Er komen kommetjes overheen. En dan gaan we raden welke waar zit. Goed, dan gaan we nu beginnen met ronde 1. Hiervoor moeten we Elsa gaan tekenen. Oh, we beginnen lekker makkelijk. Ja, lekker makkelijk. Dit is echt super simpel. Mm-hmm. We hebben dus goede en slechte kleuren. Alleen we weten niet welke waar zit. Dat heeft iemand anders voor ons gedaan. Omdat jij te gast bent, mag jij kiezen of jij jouw kom wilt houden. Of dat je hem wil ruilen met die van mij. Ik moet even voelen. Ja, voel je iets? Ik voel nog helemaal niks. Ik heb wel een gevoel. Nee, ik wil switchen. Oké. Ja? Ik heb het namelijk het gevoel dat jij de goede had. Dus dan ben ik heel blij met die van jou. Nee. Maar je mag liever terug switchen. Nee. En go. Nee. Yes. Ja. Ik had hem moeten houden. Mag ik niet gewoon alle gaan tekenen met deze kleuren? Nee, dat mag niet. Het ding is, je moet wel al je kleuren gebruiken. Dus ik heb er nu 5. Ik heb geel, roze en natuurlijk 2 verschillende blauw en een zwart. Alleen het is wel meer werk binnen die minuut. En jij? Ik heb oranje, rood en groen. Dit wordt echt een top, Elsa. Het zijn wel echt lelijke kleuren. Sorry. Aniek. Ben ik klaar voor? Nee. Ja, nee, we gaan het doen. We gaan het doen. 3, 2, 1, start! Nee! ik begin met haar. Oh, mijn stiften. Ik begin met gezicht. Een soort van zoiets. Het gaat nu al heel goed. Wat is... ze heeft de vlecht, hè? Ja? Nee, ze heeft los haar. Nee. Ze heeft wel vlecht. Oh. Is dit? Hoe teken je vlecht in vrede? Ik weet het niet. Ze heeft ook een gezicht. Je moet echt blij zijn dat je die kleuren niet hebt. Welke kleuren? Deze niet? Fijne kleuren, want die zijn echt heel lastig om ze allemaal te gebruiken. Wat heeft zij in haar hand? Zo. En dan een soort van sparkle, hè? Sparkle? Dit moet ik ook nog gebruiken, wat? Ze heeft ook groen haar bij deze. Zo. Oh, dit is een beetje blauwgroen. Nou, weet je, het is wel goed. Misschien moet ik eventjes... Nog 10 seconden! Damn! Hoe gaat dit zo snel? Dit is niet meer neus, Elsa. Oog. Roze. Ik geef het op. Zo. Nee. Nee, je mag niet opgeven! Toen jij 10 seconden riep, had ik echt zoiets van, wat? Hoe gaat de tijd zo snel? Ja, ging heel snel. Oké. Heel snel. Gaan kijken, ja? Ja. Ready? Nee. Go. Ik heb hier een kraantje getekend. Kijk, heel eerlijk. Dit lijkt gewoon op Anna en Elsa. Het lijkt wel op Anna en Elsa. Maar dat was niet de bedoeling. Nee. Hallo, jij zegt dat je niet... Dat kan hartstikke goed tekenen. Dit is 6 jaar lang kunst op school. Nou, nee, maar die van jou lijkt oprecht op Elsa. Ja, ik heb ook gewoon op mijn duim getekend en zo. Maar ik heb mijn gezicht dus niet afgekregen. Ze heeft niet eens een pupil. Laat eventjes weten in reacties hieronder deze video welke van de twee jullie vinden dat deze ronde heeft gewonnen. Wacht, heb je ze allemaal gebruikt? Ja. Daar heb ik voor gezorgd. En dan gaan we nu door naar ronde 2. Dit keer is het tijd om Dory te maken. Dory. Van Finding Nemo of Finding Dory, dat kan ook. Vooral blauw zou heel erg handig zijn. Blauw, ja, voor de vis en de zee. Volgens mij is het nu mijn beurt, toch? Ja. Ja, ik denk dat ik wil ruilen. Wil je ruilen? Ja. Oké. Okay. Oh, ik weet het niet. Go. Nee! Ik heb prachtig mooie blauwe kleur voor Dory en zwart en geel voor de vinnetjes en roze voor de ogen. Oh, ja, ik kan een salade gaan maken. Dit is leuk voor Nemo en dan voor... Een vissalade. Een vissalade. Go. Oh, nee. Oh, ik heb nog niet zo gemaakt.
Lever! Nee! Nee, maar nu krijg ik stress van jou! Oké, zo. Dat is al heel klein. Ik probeer het in 3D te maken, jongens. I wanna try. Hier. Dit lijkt gewoon op een normale vis. Het moet Dory kijken. Oh ja, ze heeft grote ogen. Wow. Ik kon niet kijken. Oh, ik heb mijn mond vergeten. Dit slaat helemaal. Zo. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Gele vis. Ja, hou op met je geel. Sorry. Oké, oogjes. Zo. Haartjes. Oké, ze lijkt de haartjes. Oh, Dory. Heeft ze haar? Heeft ze dat? Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ze heeft een neus. Oké, ik ga er gewoon inkleuren. Ze heeft wel echt een hele grote. Tot twee. Ah! Wat? Twee seconden. Oké. Nou, wil je lachen, dan moet je eerst die van mij kijken. Oké, ik ben benieuwd. Go. Dit is een mix van Shrek en zombie. En die hebben Dory's lichaam, zeg maar, overgenomen. Het lijkt een beetje op een piranha. Ja, lijkt het echt op. Het is een vis. Laten we daarop houden. Het is een vis, niet Dory. Deze. Nee, maar kijk. Een gigantische kind. Kijk dit nou. Ik vind hem... Ja, heel bijzonder. Is het. Als je denkt, stem maar gewoon op Aniek voor deze tweede ronde. Ik vind dat zij heeft gewonnen. Klaar. Huh? Dankjewel. Dan gaan we nu door naar ronde 3. Nou, omdat jij zo bekend staat om je mermaid content, dacht ik, we gaan dit keer Ariel tekenen. Yes. De kleine zeemermin. Die heb ik goed in mijn hoofd. Ja, toch? Het is dit keer aan jou. Dus hè, als je kiest de kleuren maar uit. Ja, I'm rooting for you. Kom op, je kan het. Ik hou hem. Echt? Ja. Nee, als het nu fout is, dan ga ik echt huilen. Nee, niet doen. Laat het al goed zijn. 3, 2, 1. Nee! Dat is mijn geluk. Hoe krijg je het voor elkaar? Dat is een poel. 3 keer achter elkaar. Het zijn er ook maar 2. Mag je eindelijk eens een keertje een mermaid gaan tekenen? Ik heb wel... Het is wel de beker is de kleur van haar haar. Oké. Ja, daar heb ik veel aan. Ik heb Ariel kleurtjes inderdaad. Dus een rode haarkleur. Ik heb volgens mij voor haar topje een paars. En dan de staart is blauw. Ja, ik heb... 2 hele mooie. Ik heb bruin en ik heb blauw. Ben je er klaar voor? Nee, maar. There we go. En start. Okay, ik begin weer met haar. Ik maak de staart. Wauw, dat is wel echt heel... Oké, dat is een heel enthousiast haar. Mag zo. Oh, dit gaat ook wel slecht. Ik heb nog ruimte voor de staart. Ik heb geen ruimte meer voor het hoofd. Zo. Oh, ik heb een hele dikke nek. Wat is dit? Topje. Oh nee, één kleur. Okay, 30 seconden. Ja, we can do it. Nou, ik heb dus wel maar 2 kleuren, dus dat is heel makkelijk. Ja, dat is heel makkelijk inderdaad. Krijg blauw haar. Oh, ik moet ook zwart gebruiken. Blauw haar. Misschien moet ik prachtig mooie oogjes maken. En dan de ogen, die zijn blauw. Ah, ik weet het niet. De navel. Ik doe mijn best. Oké, ik ga het even een beetje inkleuren. Zodat de schubben er mooi... natuurlijk. Ja, zo. We hebben mooie toch alle haartjes. We hebben niet alle tijd, maar 2 seconden. 2 seconden, 1 seconde, 1 seconde. En... Oh, ik heb geen mond. Ik heb geen mond. Oh, even kijken. Nou, maar oprecht. Je hebt een mooie Ariel getekend. Het is een zeemermin. Het is wel een zeemermin. Op het Ariel is dat zijn tweede vraag, maar het is een zeemermin. Ja, het is een zeemermin. Nou, weet je, nou, het ding is, mijn ogen en mijn topje zien er dus precies hetzelfde uit. Deze is oprecht heel erg lastig, jongens. Want ik vind wel dat jij hem mooier hebt getekend. Ik heb alleen gewoon de betere kleuren. Dus hè, kijk maar eventjes wat jij ervan vindt. Laat het weten. En dan gaan we nu door naar ronde 4. Ga je het mee zeggen? Ik denk dit aan. Ronde 4. Het is tijd voor misschien wel de aller moeilijkste tekening. Namelijk nog moeilijker, oké. Mirabel van Encanto. Nee. Ja, ik weet alleen dat ze een hele mooie groene bril heeft. Dat is de key. En that's it. En ook echt super leuke kleding. Dus ik ben benieuwd wat voor kleurtjes erin zitten. Volgens mij is het nu mijn beurt. Ja, ik wil, het is jouw beurt. Ik ben op dit moment gewoon op een missie om Aniek de juiste kleuren te krijgen. Dus, okay. Voelen. Misschien dat jij dat hier blauw zit. Ik hoop het voor je. Als het jouw schuld nu, heb ik boos op jou. Nee. Oh nee. Oh, ja! Yes! Oké, high five. Yes! You go! Oh nee, dat doe ik mezelf aan. Ik heb nu wel de leuke kleuren. Kijk, ik heb hier de jurk, rood en de bril. Huiskleur, haar. En haar. Ja, ik heb rood, blauw en oranje. Thanks! Ik had toch moeten verwisselen, verdorie. Oh nee, maar nou weet ik niet wat voor bril ik moet maken. Oké. Ik ga er wat van maken. Ik ga echt super goed tekenen. Heb je een plan van aanpak? Nee. Ik ook niet. We gaan het gewoon lekker uitzoeken binnen de tijd. En die begint nu. Oh my god. Ze heeft allereerst de krullen. Hoofd, weet je, ik ga gewoon haar prachtig mooie krulletjes maken. Krullen. Ik kan het niet zo heel erg goed. Maar, hè? Oh, de zwart is bijna op. Dit lijkt op mijn oma. Oh nee. Dit lijkt op mijn oma. Die is gebruikt. Dus ze kijkt een beetje zo. Bril. Mij lijkt ook op
een oma nu. Die? Nou, weet je. Zwart. Dit is een Mirabel van de Action of zo. Wat is dit? Hele mooie, zo, mooie vraag. Het lijkt op een lopende kerstketel. Oh ja, 10 seconden. Heb nee, ik de kleur gebruikt? 10 seconden. Ik weet het niet. Sneller. Ik stress bij jou. Oh, wacht. Ze moet ook nog armen hebben. Zo. Nou, die heb ik ook nog niet. Dankjewel. Oké. Oh, ik ben haar neus vergeten. Oh, verdorie. Zij is haar bril beslagen. Ja, ze heeft net thee gedronken. Dat is het zeker. Ja, maar kijk, het lijkt toch op een wandelende heksenketel. Wat is dit? Dan heb ik de juiste kleuren. Die bril is echt heel goed. Nou, het is een meisje. Maar dat is het dan ook wel een beetje. Maar voor jou, je ziet wel dat het Mirabel kleurtjes zijn. Dan is het nu tijd voor de allerlaatste ronde. Namelijk... De laatste? Ronde nummer 5. Dit keer hoeven we eindelijk niet meer een mens te maken, maar wel een muis, namelijk Mickey Mouse. We hadden een soort van trend in de klas waarin we heel vaak op het bord Mickey Mouse gingen tekenen. Oh. Dus ik heb een beetje de techniek, maar niet het lichaam. Maar dit keer maakten we dus gewoon niet uit of jij de goeie of niet de goeie krijgt. Ik wil de goeie. Ik ook. Ik moet kiezen. Nee, wacht. Moet jij of ik? Ik weet het niet meer. Oh ja, jij moet kiezen. Oh, verdorie. Haha. Ja, het is jouw beurt inderdaad. Ik denk dat jij de goeie hebt. Ja. Dus ik hou hem. Nou, we gaan het zien. We gaan het zien. Oké, 3, 2, 1. Nee! Nee! Oh! Yes! Huh? Jij zei, je dacht dat ik de goeie heb in je houden? Ja, want bij mij ging het... Nee! Oh! Nee, want bij mij ging het telkens mis! Dus dat was je techniek! Dat was de techniek! Dat is zo gemeen! Ik dacht, oh wat lief, je wil gewoon dat ik de goeie... Nee. Oké, ik heb je wel door. Ja. Nee, je moet de concurrentie uitschakelen. Dat is het meest vervelende, dat het ons werkt. Wat is dit nou weer voor Mickey kleur? Ik heb roze en paars. Ja, ja, ik heb het broekje, de schoenen, oren en de huid. De huid? Ja, de huid. Top. Yes. Hey, wat is dat daar? Verdorie. Hey, ik kan het kunnen proberen. We gaan ervoor. 3, 2, 1, start! Ja. De ogen. Oren. Natuurlijk. De ogen. Zo. De neus. De mond. Kijk, dit is mijn klasdingetje. Oh, dat is handig. Oh, hij is wel een hele grote kin ineens. En hij heeft zo... Dit oor past er niet op. Oh, dit is een hele creepy Mickey, jongens. Heeft hij een neus? Ik weet het niet. Heeft hij... volgens mij wel. Dat heeft hij niet. Oké, jawel. En, ik weet niet wat ik moet doen! Hij heeft zo zijn handen in zijn zij. Hij heeft ook een handschoenen. Oh my god, ik moet ook nog andere kleuren gebruiken, jongens. Ik ook. Heeft hij voor mij past er niet op? Hey, heeft hij een shirt aan of niet? Ik weet het niet. Weet ik ook niet meer! Hebben we nog 8 seconden? Wat? Zo, heeft hij een shirt aan? Ik weet het niet. En ik ga gewoon eventjes... Dit is de Mickey Mouse Club. Oeh, dit is nog best wel oké. Nog 4. Oh, nee. Andere. 1. Ik raakte in de stress. Ik moest nog 1 kleur gebruiken. Ik wist niet. Heb je het gebruikt uiteindelijk? Ja. Ja. Ja, die meisje. Hey, als je zo kijkt, het hoofd. Het hoofd is oké. Waarom is hij een bodybuilder geworden? Hij is gewoon naar de gym geweest. Is toch leuk? Mickey Mouse gaat sporten. Zo, is gespierd geworden. Maar jij hebt Minnie Mouse getekend. Nee, het is Mickey Mouse. Kijk maar, dat is een broekje met die knoopjes erin. Oh ja, die heb ik dus niet. Nee, maar ik heb wel die mooie klompen getekend. Ja, prachtig mooie klompen. Blijkbaar is het dus allemaal nog best wel wat lastiger dan we hadden gedacht. Ja. We zijn heel erg benieuwd naar wie uiteindelijk deze hele challenge heeft gewonnen. Laat eventjes weten wat jij van alle rondes vond. Ik vond het in ieder geval wel echt heel erg leuk om te doen. Ik ook. En daarbij is deze challenge helemaal en hartstikke geslaagd. Yes. Woe! 20 second rap out. Kimberly, Maartje, Anna, Sila, Mace, Isabella, Geetje, Hassan, Pip en Jule en Joelle, Nikki, Minecraft, Bug, Mimi en Sophia, Romy, Tamir, Malin, Malia, Bean en Naomi, Dwayne, Lynn, Ennis, Prami, Annemijn en Anna, Lafayette, Walden, Hassan, Bebe en Yolanda, Yvette, Michelle, Love, Salma en Irina, MC, Sophie, Mia en Adrina. Bedankt Aniek voor het meedoen aan deze video en volg haar zeker eventjes op TikTok. De link daarnaartoe staat in de beschrijving hieronder deze video. En wil je nou ook heel erg graag kans maken om met je naam en reactie in de 20 second wrap-out van volgende week te komen? Dan kan dat. Je hoeft ze alleen maar eventjes naar te vragen in de reacties. Gebruik het woordje wrap-out en wie weet hoor je jouw naam wel weer terug in de volgende Fan Friday. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!